Oh hey. Oh hey, 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 hey. Het is weer tijd voor Ride to Hell, yo. Ride to Hell, dit is... Ride to Hell, yo. Je moet zeggen Ride to Hell, yo. Ride to Hell, yo. Ronald had hier heel veel zin in. Ja. Ronald is heel energievol. Ja. Hij is niet moe. Ja, ik ben hartstikke moe. Wat de hel? Wat als je tegen een ding aanknalt? Wat gebeurt er? Oh, dat mag ik nu niet. Wat de hel? Ride to Hell. Hey, nu mag ik niet. Ze laat je ook goed rijden. Ja. Ja, daar ben je goed in. Oh, en nu is het weer... Oh, nu komen de bikers. Oh. Oké, dat was leuk. Slaan. Oh, E. Weet je wat? Ik druk wel op E. Oké, wat de fuck? Wat? Zag je dat? Hoe kon dat in één keer zo ontploffen dan? Druk op spatie. Oh, moet ik spatie inhouden? Ja. Ja, wist ik veel. Wat is haar dan? Bestuur dan. Oh, moet ik besturen? Ja, doe maar. Ja. Oké, en nu heeft Ronald de controle. Kijk die awesome slow-mo effects. Ja, en je hebt nu de muis namelijk niet nodig, dus het kan makkelijker. Echt niet? Nee. Oké. Leuk dit. Ja, geweldig. Dingen die random... Oh, hi! Komt er ook één uit het niks. Oké, ik sla hem eventjes. Je hebt nog 2 minuten om alles... Oké. Oké, dit is leuk. Ik weet serieus, niet. Volgens mij zijn deze zijkanten met TNT gerigged of zo. Dit kan toch niet? Het is gewoon Minecraft. Minecraft! Wat de fuck gebeurt hier allemaal? Hier zijn we net ook langs gereden. Man. Ja. Oh, ga door die tunnel, dat is cool. Oh, wauw. Oh, je hebt een kaartje opgepakt, wat goed van je. Ah, nog iemand. Ik weet echt niet waar die timer voor is, though. Nee, ik ook niet. Geen idee. Ik dacht... En... Oké. En boom. deze verdomde game. Echt waar. Moet ik bij hun blijven? Dit is hel. Ik weet niet, volgens mij moet je ze dood hebben. Maar... We kunnen niet snel, of is het turbo? Wat? Zag je dat? Wat de hel? Oh my god! Slik, klik! Dit spel. Klik. Oh, dat was ik, ja. Oeps, sorry. Jammer, man. Je hebt het geva. Hè? Oh my god, dit spel. Oh, we zijn hierbij, zo. I love what? It. Oké. En, hé. Oké, ik sla ze. Je raakt hem weer. Oké, en zijn motor gaat weer verder. Boom. Ik weet niet, man. Ik weet niet, voor mij... Kijk eens achter ons. Ik kan niet verder dan dit. En nu heb je het gehaald, denk ik. Ik denk het, hoop het. Zo lijkt het wel, man. Leuk game. Geweldig. Geweldig. Oké, nu staan we hier opeens. Oké, leuk. Waar komen hun überhaupt vandaan? Weet ik niet, dat verdient een shipje bij mij. Jij niet. Jij het is jouw kanaal. Jij wel... Ja, dat klopt. Er kwamen daar gewoon geen geluidseffecten voor. Hoorde je dat? Het was gewoon stil. Time to put that fucking piece down. Man. Hij heeft een plastic zwaard vast. Dit spel is gemaakt door Tibor Bosma. Ja. Laat allemaal haatreacties achter. Over Tibor. Over Tibor, ja. Hij heeft dit spel gemaakt. Hij is verantwoordelijk hiervoor. Je weet waar je aan begint, hè? Ja. Ik snap dit spel niet. Dit spel probeert zichzelf heel serieus te nemen. Dat is nog het ergste. Ja. Je hebt slechte spellen die zichzelf al niet serieus nemen. Ik skipte, sorry. Wat? Hij is dood. Nee! Je ziet dat echt die verdriet in zijn ogen. Nee. Maar dat betekent niet dat ik... Oh, ze gaan nog even naschieten. Oh, op mij. Oh, wat... Auw! Ze schoten naar beneden, maar het zal wel. Nee, dit was een hartverscheurende cutscene. Ja, daarom kan ik niet tegen. Nee, je kan er niet over. Oh, nu zijn we hier. Ja, zonder verklaring whatsoever. Er is ook geen verhaal. Oh ja, ik skip het ook. Nu skip je het, ja. En weer nog steeds een pakje. Maar geloof me, cutscenes doen niks in het spel. Oké. Dit spel verklaart niks. En je mag geen motor rijden. Oh, er is remmen. Oké, leuk. Ik denk niet dat je mag gewoon niet stilstaan. Oh man. Ik weet niet, volgens mij, ik was enthousiaster over dit spel dan Ronald. Ik had het al eerder proberen op te nemen, toen we Amazing Spider-Man aan het opnemen waren. Toen zouden we eigenlijk dit opnemen en het stond niet op mijn externe harde schijf. En what the fuck doe jij? Weet ik niet. Kijk die platte zon. Anyway, toen stond hij dus niet op externe harde schijf, terwijl ik hem daar wel op had geïnstalleerd. Oh, Powerslide! Je deed niks!
Je moest powerslide doen, man. Ja, maar je doet niks! Wat moet ik dan doen? Oké dan. Hoe is dat shift? Ik denk het. Oh, laatst. Oh, kijk wat. Oké, het was wat shift. Ja. Oh ja. Kijk hoe badass. Kijk hoe badass. Maar toen zouden we dat eens opnemen. En, oké. Oh. Toen stond hij er niet op en toen baalde ik. En toen gingen we de Spider-Man opnemen. Maar ik zat echt, de rest van de week zat ik zo van, oh man, right the hell. Kom, ik heb er zo zin in. Ik weet niet, dit spel is zo vreselijk. Dat het gewoon leuk is. Mm-hmm. Dit wil je toch gewoon spelen? Ja. Kijk, waar rijden we nu eigenlijk heen? Ik heb geen flauw idee. Maar jij bent lid op de fanpage van, ik pak even wat chips. Nice, man. Nice. 10 out of 10. Pak mij weer Bugles. Gesponsord. Oh. Hij stopt ook zijn... Als je shift is, stop je altijd je hele vingers erin. Wat? Ja, je stopt je hele vingers in je hele hand bijna in je mond. Nee. Als je, jawel. Ik doe het niet zoals een andere klasgenoot die dat altijd deed. Wie dan? Ik ga geen namen noemen, dat is sneu. Die stopte zijn hele hand zo in de chips en deed hij echt zo een hele hand zo in zijn mond. Zo, en dan pakte hij nog een hand, weet je, met die vingers die net in zijn mond hebben gezeten. Ik weet niet over wie het gaat. Oh, vertel ik wel gewoon. Geef me een letter. Oh, hi. Ja. Hi. Yep. That happened. Mark. Ja. Jij bent zo zielig. Ik denk, ik bespaar de beschaamte. Ik bespaar de gênante verhalen, met name die niet met mijzelf te maken hebben. Dat is een basisschool. Ja, way back gaat dat. Oh. Way back. Ik wil hier even naartoe. Er gaan geruchten. Ronald feitje. Ronald kan niet knippen. Hè? Jaren heb ik dat aangehoord. Knippen met papier. Hè? Dat klopt. Hij was altijd van, ja, ik kon niet knippen. En dat was altijd op een of andere manier iets of zo. En ik had zoiets van, ik weet het nou wel. Ik ken de stories, oké? Okay? Nice, je hebt een kaartje van jezelf midden op de weg. En powerslide. Je bent zo goed, man. Ik deed een powerslide. Je bent zo goed, man. Oké, we beginnen wel hier. Ik noem het powerslide, maar dat is van rock'n'roll. Ja, je kan zo gewoon doorrijden. Just passing by. Oh. Oh, je rijdt nu terug. Oh. Oké, ik kom weer aan. Die auto is in de war. Wat moet ik doen? Die andere auto ook, die heeft zoiets van, huh? Ze hebben dit goed geprogrammeerd. Dit is top. Oké dan. Dat zal wel. Was dat een politie? Ja, leuk. Hoor, ik snap nog steeds niet waar we heen gaan. Ik weet nog steeds waar we heen gaan. Dit was de meest zinvolle aflevering waar we veel hebben bereikt. Ja. Oh, ik denk dat we er nu zijn. Oké, hier reden we dus blijkbaar heen. Oké, nu mag jij weer besturen. Nice. Loading screen. Loading screen of awesomeness. Oh, dat is weer een mooie cutscene. Ik ben Jake. Oh. But all I see is this ugly chick with a ponytail. You need to back the fuck. Wow. Hij is stoer. Nou, hij is stoer. Hij was nog even aan het nadenken wat hij zei. Ja, hij moet even zo van ponytail. Ben ik dat? Heb ik een ponytail? Oh, nu gaan we vechten, yo. Yo, kijk die combat skills. Maar dit gaat nergens. Blokken, attacks met spaatje. Oh. Oh. Daar komen nog meer. Gezicht aan. Er komen nog meer. Ik kan niet lopen. Oh, joh. Oh, man. Hij heeft geen gezicht, man. Dat maakt niet uit. Ik bedoel, ze hebben geen tijd gestoken in het spel. Tibor heeft geen tijd gestoken in het spel. Fucking Tibor. Ja, je mag wel wat beter, Tibor. Het spel is echt slecht, Tibor. Ja. Ik neem shipjes daarvoor. Doe het beter. I don't care, man. Zoveel loading screens, Ronald. Zoveel. Waarom zoveel loading screens? Weet ik niet. Enter. En nu zijn we hier. In China? Ik denk LA? Het. Prostitute. Kijk dat haar, zo mooi. Dat is Timo's afro die hij kwijt is. Ja. Hij gaat nog steeds niet kaal. Oh, hij kijkt te weten trouwens. Ja, hij kijkt boos, joh. Hij is nerveus, hij moet naar de wc. Ze hebben wel even de tijd genomen om dat kettingje te animeren, hé. Dat is wel leuk. Ja. We skippen alles gewoon. Yeah. Dit is als hij bang is.
Zo, de ijsbar. Jake. Jake is bang voor alles. Hoe loopt dit af? Hoe loopt dit af? Als jullie mee hebben. Dit is het einde van deze sessie, van opnamesessie. Dus als jullie meer willen zien van Ride to Hell, laat het weten in de reacties. En wow. Oké, dan. Ik denk niet eens wat. Smash op het duimpje omhoog, zoals Ronald altijd zegt. Mm-hmm. En dan zien we jullie in de volgende Lame Arcade. Ja. Nou, doei. Doei. Ciao, ciao.